Leftheater en Jeugdtheater School. Dus het is niet zo dat we alleen maar oefenen en naar een stuk toe werken. De kinderen leren eigenlijk alle aspecten van het toneel leren spelen. Ja, ja. In een veilige groep. Ik ben er betrokken sinds het begin. Toen was ik heel jong, toen was ik 10. En op een gegeven moment ben ik zo het... inmiddels mede regisseurschap ingerold. Haar zit ook al in het derde jaar van de HKU in Utrecht. Voor de studie docent theater. Toepasselijk. Ja. Dus die treedt een beetje in mijn voetsporen, maar dan op haar heel eigen manier. En dat doet ze hartstikke goed. En het leuke is dat we de laatste tijd vooral veel samen regisseren. En dat gaat eigenlijk heel leuk. We zijn een beetje dezelfde associatieve manier van denken hebben. Ja. En ik geloof echt oprecht in ieders talent. En wij werken ook niet met hoofdrollen. We maken het onszelf heel erg moeilijk, want we werken ons te pletter. Want de laatste 8 weken van het seizoen werken we maar aan een kleine voorstelling per groep. En daarin heeft iedereen bijna een even groot aandeel. Dus leerlingen hebben heel veel inspraak. En dat is hartstikke leuk. Ja, want anders heb je één kind dat schittert en de rest hangt er een beetje bij. Daar hou ik niet van. Wacht is kom, spatie, hoofdletter, knuffelen, voor ze een keer langskomt. Het zijn meer realistische scènes. Omdat we zeg maar met een groep wat oudere mensen zijn, denk ik leuk om niet heel erg veel fantasie erin te gebruiken, maar meer echt realistische scènes van leven van tegenwoordig een beetje. Maar ook wel weer gewoon altijd grappig, dus eigenlijk altijd, ook alweer humor zit er al precies, altijd in. Ook humor. Dat maakt de voorstelling ook wel weer extra leuk, door dat iedereen het er wel heeft, misschien niet evenveel als de ander, maar iedereen heeft toch wel te maken met liefde, dus dat is ook wel mooi. Ja. Ja. Lestheater is eigenlijk, het is niet alleen zeg maar, een theaterschool, zeg maar, school klinkt heel erg zo van leren, maar het is ook echt gewoon, gewoon bijna een vriendengroep. Het is een vriendengroep. Het is een vriendengroep, En dat maakt ook wel dat je heel open zeg maar, iedereen heel open is, zodat je ook gewoon echt jezelf kan zijn op het toneel en dat je wel echt gewoon... kan doen waar jij het beste bij voelt. Ja, we spreken ook gewoon buiten repetities af en dan gaan we gewoon leuke dingen met elkaar doen. Zeker. Maar niet eens omdat je moet bonden als groep, maar gewoon puur omdat we elkaar willen zien en gewoon zijn wel echt hecht geworden. Ja. Ik vind het ook wel fijn dat iedereen eigen kansen heeft, want bij bijvoorbeeld Rabarber, dat is een andere toneelschool, daar heb je echt audities en hoofdrollen en bijrollen. Ja. Dus als je pech hebt, heb je maar één zinnetje in een heel toneelstukje. Dat is niet leuk. Mm-hmm. Iedereen heeft hier evenveel ongeveer tekst. En dat is gewoon heel fijn dat iedereen aan de beurt komt en niet echt per se hoofdrollen zijn. Liefde is je eigen superheld hebben. Liefde is voor elkaar vuur gaan. Liefde is zijn gesnurk moeten aanvoeren. Liefde is heel ingewikkeld. Je vindt het niet bij jezelf, maar je vindt het bij een ander. Ik weet wat liefde is. Liefde is diepe acceptatie van,
genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander of individueel zichzelf. Wat? Liefde is alles wat je nodig hebt. Liefde is haar accepteren zoals zij is. Overal smakt ze heel veel. Zeurt echt verschrikkelijk. En doet ze er 30 minuten over. Dus liefde is toch toch maar even schrijven. Niet te verstaan, dit helemaal niet. Thijs niet in kwestie, niks van verstaan, niets. Even nog één keer. Thijs. Luister even, schat. Richt je tekst daarheen en maak je woorden af. Als jij je woorden niet afmaakt, verdwijnt het, ja? Er zijn er die gaan naar de mbo-theaterschool, er gaan er naar hbo-theaterschool. En sommige kinderen willen gewoon dat een aantal jaren doen en weer verder. Zoals je, ja, je, net zoals bij hockey, je hebt er bij die gaan professioneel hockeyen later. Je hebt er ook bij die doen dat voor hun hobby en die zijn daar heel gelukkig mee. Maar het helpt in elk geval kinderen en jongeren om zichzelf te presenteren, om, help eens. Sorry, ja, ik heb het helemaal over. Ja. Ja, nee, jezelf te presenteren. Maar ook gewoon echt zeker te voelen. Er zijn kinderen die komen binnen en die worden gepest. En dan 2 jaar later gewoon niet meer omdat ze voor zichzelf op durven komen. Ik heb me altijd als puber heb me hier heel fijn gevoeld. Maar ik heb me altijd ernstig verzet tegen dat ik docent theater zou worden. Want dat deed mijn moeder ook. Dus dat ging ik absoluut niet doen. Dus ik zou actrice worden. Maar mijn liefde voor echt het vak overdragen en met kids bezig zijn en met jongeren bezig zijn is gewoon echt groot. Dus ik moet dat gewoon doen. En ik zoek daar mijn eigen manier in. Maar ik merk tegelijkertijd dat ik gewoon ontzettend goed met mijn moeder samen kan werken. Dat was ooit anders. Ja, natuurlijk. Jullie hebben geval te zien is, jullie hebben er wel plezier in. Zeker. Ja, zeker. Maar soms een beetje te veel. En ik vind het vooral als het heel moeilijk om daar op te letten. Ja, en dan Simone echt zo van, stil zijn! Stap naar voren. Hou je ogen dicht, hè? Niet spieken. Ik spiek niet. Vertrouw je? Ja, ik vertrouw je.